Zo hier op de Keizersgracht ga ik met Marlies Pomper eens even rijden. Eens kijken of ze dat leuk vindt. Ze heeft al een Roadster, ze heeft al een Tesla Model S, maar de Model X heeft ze nog niet gereden. Doe het maar even, ja. Jezus, wat is het hier moeilijk parkeren, zeg. Wauw. Ja, de vrouw die alle Tesla's al heeft, behalve de Model X. Ja. Waar gaan we heen? Wat had jij van auto's? Je hebt een Roadster. Ik heb een Roadster, maar die staat weer dus bij de garage. Dus ik rijd nu even in een Model S. In een Model S. Ah, dat is ook wel straf, hè? En je hebt ook nog, wat had je nog meer voor een elektrische auto? Ik heb nog een Fisker, maar die staat ook bij de garage. Dus het is armoe. Ja, en ze woont hier helemaal in de binnenste. Kijk, hier de Nederlandse bank. Hoe voelt dit? Hoe voelt dit te rijden? Heerlijk. Ik vind dit perfect. Linksaf. Helemaal in. Ja. Oké, genoeg. Ja. Ik durf dat wel. Is dat een Roadster ervaring? Ja, dit is zelden een Roadster. Dit. Zo, en nu rij je dus even zonder handjes. En dat is heel handig in dit gedeelte van de stad. Want het is alleen maar stoppen, stilstaan. En dat doet hij dus mooi nu automatisch. Kijk, nu gaat hij weer gewoon rijden. En hij ziet de auto's voor je. Ja. Echt weer een Tesla smile. Je kunt wel zien dat Marloes echt gewoon een Roadster gewend is. Jezus, Mina. Go. Zo, nu heeft ze die handen toch wel een beetje dicht bij het stuur. Ja. Zou je eraan kunnen wennen? Ja, ik meteen. Ja, absoluut. Ja, ik moet nu even wennen. Het is meer even wennen. Maar Marloes, je doet Fisker, je doet Tesla, je doet kleding, je doet dingen voor jongeren. En je bent ook nog een blockchain fanaat. Een blockchain ambassadeur. Hoe kom je bij de jongeren? Goed. Hey, maar blockchain-ambassadeur, waarom ben je daarbij gekomen? Ik zag dat een paar jaar geleden op South by Southwest. En ik dacht, dat is iets voor de overheid. Daarmee kunnen we de overheid vernieuwen. Ja, je vernieuwt de overheid. Je houdt echt wel van uitdagingen. Ik hou van de overheid en van een uitdaging. Eens kijken wat Marloes nou eigenlijk vond van deze ervaring. Vooral de Autonomous. Uw votes. Ik vind dit geweldig. Ik kan hier meteen aan wennen. Ja, en wat dan? De Model X of het zelfrijden? Allebei. Ik ben ook een Model X. Ja? En welke geef je dan op? De Fisker of de Roadster? De Fisker. All the way, Tesla, Marloes.